Yo, kijkers van Prusje Minecraft, welkom terug bij eindelijk weer eens een nieuwe episode van Wordtender. We gaan weer tankie doen. Gisteren heb ik een oefenpotje gespeeld. Ja, gisteren ja. Het ging best wel goed, dus ik heb er een goed gevoel over. To battle processing operation. Vandaag gaan we gebruiken de IS-2, de KV-2 en de T-34-85. Eeuw. Server is busy, try again later. Meh. En we hebben een battle. Even wachten tot loading klaar is. Zo te zien, 3 capture points. Op zich een leuke map. Domination. Any second now. Gewoon een beetje saai. Oké, maar daar zijn we. We beginnen met de T-34-57 is het. Niet 58, maar 57. Of zei ik zelfs 85, ik weet niet. In ieder geval de T-34-57. En waarschijnlijk gebruiken we als deze kapot is, dus de IS-1 en daarna de KV-2. Laten we eerst de T-34 gebruiken. Hier heb ik eigenlijk nog... Wup. Oh, er spant iemand voor me, zo te zien. An invisible someone. Dat is KV-85, oké. Okay. Plezierig, maar die zou beter deze kant op gaan. Wat staat die M4 aan? Die ding is stil te staan. For real, waar schiet je op? nou ja, maakt niet uit. Woep woep. Boompje zo ver rijden. Zij keppen A al. Ik ga naar B toe. Beetje in het midden, super handig. Super goed van mij, maar goed. Daar zie ik al enemies. Hit. Ah, het is een caché. Machine gun fire. En hij is kapot. Een Amerikaanse heavy tank daar ook. Lekker geluid maakt een kanon van mij. Die heavy tank is gelukkig voor ons erg een nadeel. Dat was een misser van hem. Nou, hij miste niet, maar hij deed geen damage. Weer niet, maar ik miste. Ik ga achteruit. Medium tanks moeten zich niet echt bemoeien met heavy tanks. Dat was een mooi schot. Op die M4A2 daar. Oké, die onze M4A2 geeft mij een kans om weg te rijden, zodat ik ergens anders kan gaan staan. Alleen ik kan niet echt ergens heen, dat is een beetje het probleem. Maar ik kan wel verder rijden nu. Ik kan in ieder geval hierheen en dan dit straatje hierin duiken. Hopen dat er niemand hier staat te kijken. Gelukkig. Ik leef in ieder geval nog. Pieken. Oh man. Ik sta in brand. En ik heb nog geen fire extinguishers geresearched. Oftewel, mijn T-34 is ten dode opgeschreven. Ja. Daar was ik al bang voor. Maar we hebben een kill, dus het is burf. Oh, zo'n prut ding, hè. Nou, ik ga er wel vanuit dat het een redelijk sterke tank is. Nou, IS-1 time. Het gaat niet zo goed als in het oefenrondje, terwijl ik 4 kills en 1 death op het laatst ging dood aan een RIP anti-aircraft. Ja, 2 eigenlijk, maar... Ugh, de slowness. De slowness. Nou ja, we komen er wel, we komen er wel. Ik ga recht op zee af, denk ik. Ik weet niet, ik zou niet weten waarom, maar ik snap ook niet waarom mensen daarheen gaan. Waarom zou je daarheen gaan? Het is hier te doen. Oké, ik ga beter maar weer naar B toe, want daar wordt gecapt door flink wat enemies.
gaan onze heftank daar eens in zetten. Voor de vlaggen. Hier heb ik eigenlijk ook nog geen fire extinguishers op. Dat zie ik nu. Beetje jammer is het wel. Oh, te snel gevuurd, jeetje. Wat slecht, wat slecht, wat slecht. Dan gaan we eens even in onze tweede achteruitversnelling. Crit. Beetje machine gun fire. Haha, ze kunnen me gewoon niet raken. Dat is er eentje weg. Nice, nice, nice. Nu die nog. Hij kan mij gewoon niet penetreren. KV2, KV2. Oh, man, 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 man. Oh, zo jammer. Zo jammer. Ah. Yeses. Oh, man, man, man. Ik heb nog een IS-1. Let's do this. Ik ga even in een bommen zitten. Dat kan. Ik weet niet of ik het vorige keer gedaan heb. Maar als je kills haalt, dan krijg je points, zeg maar. Zo noem ik het maar. Ik heb geen idee of het echt zo is of zo. En daarmee kun je een bomber, een fighter bomber of een fighter pakken. En dan kun je, net als nu, kun je dus tanks gaan bombarderen. Hartstikke leuk. Ik weet al precies waar ik mijn bommen neer ga gooien. Ik hoop alleen dat die enemy fighters niet op mij komen, maar volgens mij zijn dat allemaal bots. Dat waren allemaal bommen. Nu maar hopen dat ik een paar kills gemaakt heb. Zou wel leuk zijn. Ja, ik heb in ieder geval een hit en een ground unit is gedestrooid. Er staat een anti-air op me te schieten. Of nee, het is gewoon een mannetje met een machine gun. Hij heeft een vliegtuig goed beschadigd. Eén motor doet het niet meer zo goed meer. En deze tijd is wel limited, zoals je daaronder ziet. En mijn tijd is om. Dat maakt op zich niet zoveel uit, want nu ga ik gewoon weer in mijn tank verder. Ik heb 2 assists ermee gehaald en een kill. Not too bad. Ik sta op 3 ground unit kills, 2 deaths en 2 assists. No caps helaas. Dat maakt niet uit. Ons team capt weer, dat is goed. Ik kom waarschijnlijk niet meer op tijd om te capturen, maar... Dat is een enemy bomber. Hij is kapot. Hij is neergeschoten. Heel goed. Ik ga nu naar A toe. Gaan we daar een beetje verdedigen. Volgens mij heb ik het team een beetje aangespoord om bommen te gaan gebruiken. Er zit nu een teamgenoot in een bomber. Ik zie daar een enemy op de minimap in deze richting. Dit loopt zo goed als dood. Oké, let's go. Who wants a piece of this? Ja, jammer T34, jij miste. Zag hem op mij schieten. C wordt gecapt. Die jachtpanzer. Hij staat in brand, hij staat in brand. Bij. Wat rottig, wat rottig. Ah, het is sowieso geen goed idee. Ah, hij is kapot. Hij is opgebrand waarschijnlijk. Dit is zo'n slecht idee om hier te rijden. Even achter deze kerk hoor.
Jeetje. Oké, ik kan nu nog capturepuntjes halen als ik snel naar C toe rijd. En dat is precies wat ik ook ga doen. Zo te zien wil de enemy C blijven proberen te capturen. Dat vind ik helemaal prima. Ze proberen het maar. Even uit deze krater. Ik zie op de minimap een enemy voor me. Die moet ik eventjes goed in de gaten houden. Even stilstaan om te reloaden ondertussen. Oh. Ik ga rijden. Forward. Nou, we hebben al bijna gewonnen. Jee, we hebben gewonnen. Nice. Ik zie je in het volgende potje. Nou ja, even wachten. Geen slechte score. Weer 4 kills, 2 deaths. Een assist, na 2 assists en een capture. Dus kijk hoeveelste van het team ik sta. Daar ben ik wel eens benieuwd naar. Nou, Battle Trophy. Dit krijg je random en je kan er van alles uitkrijgen. Lions, korting, backup vehicles, zodat je tanks meerdere keren kan gebruiken. Ik heb nu 5 backup vehicles gehad. Ik sta 6e van het team, niet slecht. Even kijken. Oké, er is iemand met 8 kills. Jeetje. Nou ja. Aha, research. Dit heb ik nog niet uitgelegd. Dit zijn de researches binnen de tanks. En hier krijg je ook research points voor door gewoon ermee te spelen. En voor mijn IS-1 heb ik net parts geunlocked, geresearched. Dan ga ik nu voor de fire extinguishers. En voor mijn T-34 ga ik precies hetzelfde doen. Alleen, je ziet, ik heb voor de tier 2 researches heb ik 2 tier 1 researches nodig. Dus ik zal eerst tracks moeten unlocken. Dus dat wordt nog flink spelen en het risico lopen om op te branden bij de T-34. Ik zie je wel in het volgende potje. Geloof het of niet, maar dit is een onbekende map voor mij. Het is eventjes geleden, sinds gisteren dat ik het gespeeld heb. Vanaf gisteren. Dus waarschijnlijk is er een update geweest waarin deze map gekomen is. En ik heb weer geen idee wat hier de beste plekjes zijn. Zo te zien is het een heel open map. Good luck have fun, zegt iemand in de chat. Dankjewel. Waar? C7. Oh ja. Oké, laten we... Dit is een open map, daar hou ik niet van. Dan moet je echt alle kanten op kijken. Volgens mij rijd ik tegen iemand aan. Ja. Oh. De mensen moeten nog een beetje inladen, de tanks. Dus daarom kan het zijn dat ik tegen een onzichtbaar iemand aanrijd. Kijk, dat bedoel ik. Hallo Tiger. Blij dat hij naast me rijdt en niet tegenover me komt. Oh ja, het zal je opvallen dat dat teamgenoten blauw zijn, maar dat er één groene is. En dat is je squadmember, die groene. Normaal wordt dat gewoon random uitgekozen. Maar als je met vrienden speelt en je maakt een squad, dan zijn het automatisch je vrienden die in je squad zitten. En dan kun je ook tot met meerdere mensen in een squad, dus meer dan 2. Waarom ben ik eigenlijk niet recht naar A aan het rijden? Ik heb een medium tank. De rol van een medium tank is om te cappen, meer niet. Light tank is om te scouten. Medium tank is om te cappen. Heavy tank is om te fighten. Die Panther D ga ik eens laten schrikken. Oei. Die afstand kan hij nooit zo goed schieten dat hij mij raakt. Die
M18 probeert het wel. Op de warning shot. Ik moet nu eigenlijk alleen oppassen dat ik niet in mijn rug gepakt word door die panter. Dat bedoel ik. Oh, fuck. Ah, rip. Repair. Ah, oh, jammer. Van drie kanten belaagd. Woehoe. Nou, slechter kan het niet. Man, 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 man. Let's go KV2. Hoewel, ik heb zo het idee dat dat heel slecht idee is in deze map. Ik ga deze kant op. We gaan echt gewoon voorkomen dat de enemy bij A aankomt. Bij de capture point. Wauw, KV2, wat ben je snel. Jeetje. Die Panzer 4C hier is al aan het schieten op iets. Voor mij is dat waarschijnlijk geen goed plan. Eens kijken of ik daar iemand kan raken. Hier heeft een tank daar. Get one shot. Hoe ver was dat, man? Dan zou ik de video voor terug moeten kijken, want dan heb ik geen idee. Een cross the map one shot. Oh my gosh. Volgens mij is het een heel goed idee om met een KV2 te schieten. Ik ben een beetje bang dat ze terug gaan schieten, eerlijk gezegd. Aangedraaien. Daarmee mijn jump. Oh man. Dag, ja, dat sowieso, ja. De last zat helemaal geen ammo. Kom op, man. Kom op, man. Er zat helemaal geen ammo. Dat zag je zelf. Let's go tank destroyer. Dat is volgens mij in deze map wel handig. Lage tanks. Ja, dat moet goed zijn. Ik ga achter mijn squadmember aan. Maar je krijgt extra points als je... Als je in de buurt van je squadmember bent. En hij killt iemand. En andersom natuurlijk. Dus ik krijg gewoon lekker hem mee. Oh god. De bommen. Hoe kan dat? Hoe? In godsnaam kan dat? Dag. Normaal hebben bommen een timer. Het duurt altijd een paar seconden voordat ze ontploffen, right? Jeetje, man. Nou, dat was het dan voor dit potje. Oh, dit is een vette tank. Huh. Thunderbolt. Een Britse tank volgens mij. Maar goed, dat was het voor dit potje. Ik kan niks meer doen. Je hebt maar 3 respawns. Dus ik zie je wel in het volgende potje, I guess. We hebben weer een battle. Dit keer een bekendere map. We beginnen weer met T34. Ik heb geen idee waar ik naartoe ga. Dit is, je ziet het misschien wel al. Dit is Berlijn. Hier is de Reichstag, de Krolopera. En wat bruggen. En hier in deze richting is meer de kern. Geloof ik. Ik weet niet. Ah, ik bedoel, ik ben geen Berlijnologist of zo, maar. Oh, ik dacht al. Alles moest nog inladen. Ik dacht al, dit is een lege map. Weer een onzichtbaar iemand voor me. Oké. Dan wacht ik altijd eventjes. Er is één capture point zo te zien. Oké. Dan gaan we daar naartoe. Er zitten ook twee mensen tegen elkaar. Oh, die M10 moet echt gewoon recht achter me rijden. Die wil ik echt als rugsteun hebben. M10's zijn geen slechte tanks. Ik zie al enemies. Dang it. Er zit een T-34-85 naar me te loeren. Volgens mij zijn die hogere rang als mijn, hè. Wat had ik nou? 57, hè? Ja, ik kan de 57. Goed, die zitten daar allemaal. Oeh, shit. Dan ga ik via hier.
Daar niemand, nee. Oké. Okay. Nu is het voorzichtigheid geblazen. Geen drieste dingen doen. De T34E kan ik wel aan. Kom op, man. Kom op, man. Die is 2 of 3 ranks lager als mij. BR ranks dan. God, knokkes. Wat is dat voor een lucky shot, man? Nou. Op naar de IS-1. Ik had het moeten weten. Aanvallers zijn altijd in het nadeel. Verdedigers hebben altijd het recht op het eerste schot. Voor ze bij het terecht komen. Ja, het is dus een geval van mistakes have been made. Waarschijnlijk gaan we dit potje verliezen trouwens. De zaakjes. Nu. Rij maar. Ik zie daar iets rijden. Ja. Hartstikke leuk, maar ik kan er niet bij. Mijn IS-1'tje vertrouw ik het wel hier. Oh, dat is een KW-85. Hij heeft mij ook gezien, denk ik. Het probleem is, ik zie hem nu niet meer. Dus ik kan nu heel langzaam verder rijden. Ik vertrouw het hier niet. Ik vind het een beetje te open hier. Man, die zijn allemaal aan het rijden. Daar kan ik nooit een clear shot op krijgen. Ik ga rijden. Nu maar hopen dat ze me niet kunnen raken. Oh. En deze heavy tank is ook niet echt een tank om lucky shots mee te schieten. Zeggen. Als die maar one shot, dan kom maar op, wie durft. Daar ja. Let's go. Stilstaan is een slechte zaak, dus ik ga lekker doorrijden. Hoe eng moet het wel niet zijn voor een medium tank als er ineens heavy tank op je af kan rijden. We hebben het weer gecaptured. Nice, nice, nice. Goed om heen kijken. Ik zie daar iemand. Ik kon hem raken. Waar is hij? Dan maar. Hij heeft een flinke artillery barrage op ons gegooid. Oké, okay, een beetje voorzichtig nu. Oh man, ik zag hem schieten. Kom op man, SU-85 is toch helemaal niet zo goed. Ja, lekker. Wat was dat voor een shotgun kogel? Oh, er stond trouwens nog een tiger achter, maar maakt het uit. Goed. Dit moeten we even overdoen. Zo maar, Harry. Crap. Rij maar. Haha, zat met Duke. Voor onder die kogel doorrijden. Ik wist dat hij op me ging schieten. Die willen nou geen free shot op hun heavy tank. Ik zal ze terugschieten. Oké. Okay.
Tiger, 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 rijden, 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 rijden. Kan ik geen shot krijgen op die Tiger? Oh, hij... He tried, he tried. Oh, slecht, lek. Rij maar. Oeh. Zolang ik blijf bewegen ben ik een veel moeilijker target voor hem. Oké. Voor die Tiger zijn we veilig. Die stoep 3 daar, die vertrouw ik niet helemaal. Er staat ook nog een KV-85 bij. Dus kijk of ik eens... Gaat het maar, Churchill? Nou, oké, vooruit hij gaat. Ik laat de Churchill gewoon eerst. Twee even tanks achter elkaar, om op. Tanks hier. Mogen wij doorrijden? Dank u. Churchill. Oh, sorry Patrick en Wagen. Ja, komt er maar Churchill. Ik zal eens even redden hoor. Oh, de loader is een kansjes. Niet goed. Oké, okay, rijden, 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 rijden. Wij gaan hier eens even goed staan. Oh man, dat was toch een ricochet. Je zag die kogel toch naast vliegen, jongens. Jongen, jongen, jongen. Crew knocked out. Volgens mij heeft hij mijn crew niet eens geraakt. Hier, kijk dan. Jeetje. Heb ik weer 0 kills? Nee, ik heb er eentje. Ik heb er eentje, nou, dat is vrij slecht. Het ging niet zo goed als in mijn oefening. Net het eerste ging lekker, maar... Oh, die Churchill. Zijn koepel is kapot. Nou ja, dat was het ook weer voor dit potje en voor deze episode. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En nog een keer, het is helemaal gratis dit spel. Dus als je dit ook wil spelen. Het is beschikbaar via Steam, maar ook de download site. De officiële site zal in de beschrijving staan. Dat wou ik zeggen. Ik wil je nu heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie je wel in de volgende video op dit kanaal. Later!